Welkom bij ECG Academie. Het is weer tijd om aan de slag te gaan met het ECG en vandaag gaan we verder met het begrip aberrantie. In de vorige video hebben we de basis gelegd op dit gebied, vandaag gaan we kijken naar enkele varianten hierop. Even terugkijkend naar de vorige video hebben we geleerd dat aberrantie een mechanisme is dat aan de basis ligt van geleidingsstoornissen. Aberrantie is een abnormale voortgeleiding van een supraventriculaire impuls, dat kan dus zowel atriaal als jungsjournaal zijn, en die abnormale voortgeleiding ontstaat ten gevolge van de refractaire periode van het weefsel dat die impuls moet voortgeleiden. Dit leidt tot een verandering en vaak verbreding van QRS-morfologie en het kan eruit zien als bijvoorbeeld een bundeltakblok of fasciculair blok. Aberrantie kan voorkomen bij allerlei soorten ritmes en vaak gaat het samen met extrasystolen. Aberrantie kan voorkomen bij sinusslagen, supraventriculaire ritmes zoals atriumfibrillaire, atriumflutter of andere varianten en dus de zogenoemde ectopie. Denk dan aan PACS en PJC's. Vandaag gaan we kijken naar verschillende vormen van aberrantie. En de eerste en wellicht meest bekende die ik wil behandelen is het Ashman fenomeen, of eigenlijk het Guo-Ashman fenomeen. Dat is in 1947 beschreven. En het is een aberrantiefenomeen dat ontstaat in het His-Purkinjes systeem. Dit is het gevolg van het effect van een wisselende hartfrequentie op de elektrofysiologische eigenschappen van de cellen in het geleidingssysteem. Zoals ik in de vorige video heb uitgelegd, is de refractaire periode van de cellen namelijk afhankelijk van de voorgaande RR-interval, ofwel afhankelijk van de hartfrequentie. En wanneer de hartfrequentie heel erg wisselt, kan dit dus invloed hebben op de elektrofysiologische eigenschappen van de cellen. En hieruit kan dan het Ashman-fenomeen ontstaan. Medicatie en elektrolyten kunnen invloed hebben, maar doorgaans is het simpelweg door verandering van de hartfrequentie of een hele wisselende hartfrequentie, zoals je meestal ziet bij atriumfibrilleren, maar ook bijvoorbeeld bij een atriumflutter of heel veel PACS kan voorkomen. Ik ga proberen het iets concreter te maken aan de hand van een voorbeeld, zoals je op deze volgende dia ziet. We zien onderaan de dia een verandering van de RR-interval ontstaan. De eerste drie slagen hebben een vrij lange en constante RR-interval, ook aangeduid met het rode kader met de tekst long cycle. Daarna zie je plots dat de hartfrequentie versnelt, omgeven door het blauwe kader met short cycle erbij, waarna de laatste twee slagen van de strook een verbreed QRS-complex hebben. Dit is een voorbeeld van het Ashman-fenomeen. RR-interval verandert hier plots van lang naar kort en de refractaire periode van het geleidingssysteem moet dan mee veranderen met die hartfrequentie. Dat gebeurt niet snel genoeg, waardoor impulsen die ontstaan bij die korte RR-interval ineens nog refractaire cellen tegenkomen en daaruit ontstaat aberrantie. Het gaat hier dus echt om timing. En timing is ook vaak wat helpt om het onderscheid te maken tussen slagen met aberrantie ten gevolge van Ashman of PVC's. Want een verbreed QRS-complex kan ook zomaar een PVC zijn natuurlijk, dat hebben we ook in de vorige video behandeld. Ik ga proberen dit aan te duiden met een voorbeeld. Jullie zien hier op deze dia twee stroken. Op één van die stroken is er sprake van aberrantie, op één van die stroken niet. Zet de video maar eens even stil en probeer voor jezelf te onderscheiden waar er sprake is van aberrantie en waar niet. En het antwoord zit hem hier in de timing. De timing is essentieel, zoals ik zojuist al zei. Op de bovenste strook vallen de verbrede complexen na een korte RR-interval. Bij de onderste strook valt het verbrede complex na een lange RR-interval. De refractaire periode is bij de bovenste strook dus nog niet voorbij, dat is dus aberrantie. Bij de onderste strook is de refractaire periode wel voorbij, dat is dus een PVC. Alleen op basis van timing kun je hier dus al het onderscheid maken. Daarnaast hebben we andere mogelijkheden om het onderscheid te maken op basis van bijvoorbeeld morfologie in de vorige video behandeld. Een tweede vorm van aberrantie die ik graag wil behandelen is de frequentieafhankelijke aberrantie. En dan bedoel ik hier een te hoge frequentie. Er is ook een vorm van aberrantie bij een te lage frequentie, maar daar kom ik zo meteen op. Bij frequentieafhankelijke aberrantie ten gevolge van een te hoge frequentie, kan het geleidingssysteem simpelweg een bepaalde hartfrequentie niet bijbenen.
De refractaire periode van dat geleidingssysteem is bij een bepaalde hartfrequentie gewoon net te lang om die impulsen op een normale manier te kunnen voortgeleiden. Meestal is dit ten gevolge van veroudering of bij een verlengde refractaire periode ten gevolge van ischemie. En vaak zie je het ook bij een relatief lage frequentie optreden, zoals je op het strookje onderaan deze dia ziet. Je ziet bij een hartfrequentie van 60 slagen per minuut dat de QRS-complexen gewoon smal zijn. Het geleidingssysteem kan dit precies bijbenen. Wanneer de hartfrequentie echter verhoogt naar 68 slagen per minuut, ontstaan er plotseling verbrede QRS-complexen. Hier is dus sprake van aberrantie omdat het geleidingssysteem die hartfrequentie van 68 slagen per minuut niet aan kan en die van 60 slagen per minuut wel. Ik heb hiervan ook nog een voorbeeld met een echt ECG, zoals je hier op deze dia ziet. En dan zie je met name onderaan op de ritmestrook heel mooi verbrede QRS-complexen bij een bepaalde hartfrequentie. En wanneer de hartfrequentie dan daalt, je ziet de RR-interval breder worden, zie je dat ook de QRS-complexen weer smaller worden. Ofwel, dat geleidingssysteem kan bij een bepaalde frequentie niet meer efficiënt voortgeleiden en dan ontstaat er aberrantie. Zoals ik zojuist zei, heeft dit allemaal te maken met een te hoge hartfrequentie. En dat is eigenlijk ook vrij logisch, omdat het geleidingssysteem dat gewoon niet kan bijbenen. Iets minder logisch is het ontstaan van aberrantie bij een te lage hartfrequentie. Je ziet dit zowel bij bradycardie als ook bij hele lange pauzes, zoals bijvoorbeeld bij een sinusarrest van meerdere seconden. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat mechanisme is van het ontstaan van deze vorm van aberrantie, maar waarschijnlijk heeft het te maken met het langzaam verliezen van de rustpotentiaal, ofwel de cel wordt heel langzaam aan steeds meer positief. De impuls komt dan dus aan bij cellen die niet negatief genoeg zijn voor activatie. Dus een deel van die geleidingscellen zijn net te positief en die kunnen daardoor niet efficiënt of helemaal niet geactiveerd worden. En op die manier ontstaat er aberrantie. En dat zie je hier ook onderaan de dia op de ritmestrook gebeuren. Dan is er nog een laatste vorm van aberrantie die ik graag wil bespreken. En het gaat hier om concealed conduction. Letterlijk vertaald verborgen geleiding. Er vindt een activatie plaats zonder dat daar een contractie op volgt. En dit is niet zichtbaar op het ECG. Wel heeft het een gevolg voor de daaropvolgende impulsgeleiding. Het klinkt heel vaag, maar ik ga proberen dit duidelijk te maken. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken is die van een geïnterpoleerde PVC tussen twee sinusslagen. En een geïnterpoleerde PVC hebben we eerder al behandeld in de video over extrasystolen. Dit betekent dat een PVC heel vroeg valt na een sinusslag, waardoor wanneer de eerstvolgende sinusslag valt, het geleidingssysteem alweer opgeladen is, niet meer refractair is. Normaal gesproken is dit bij een PVC wel het geval, dan komt de sinusslag refractair weefsel tegen op ventriculair niveau, omdat de PVC al dat ventriculaire weefsel net heeft gedepolariseerd. Maar wanneer die PVC dus heel vroeg valt, is dat weefsel alweer opnieuw gerepolariseerd tegen de tijd dat de eerstvolgende sinusslag komt. Het sinusritme gaat dus gewoon in zijn eigen normale frequentie verder en je ziet geen compensatoire pauze. Nou, dat gebruiken we dus als voorbeeld om concealed conduction te duiden, want er valt dus een geïnterpoleerde PVC tussen twee sinusslagen. De sinusknoop wordt niet gedepolariseerd door de PVC en door de timing is de eerstvolgende sinusslag dus gewoon normaal voortgeleid. De PP-interval blijft gelijk, er is geen compensatoire pauze. Maar wat er wel kan gebeuren, is dat de PVC de AV-knoop deels refractair heeft gemaakt. De PVC heeft de AV-knoop gedepolariseerd en die is nog deels refractair op het moment dat die eerstvolgende sinusslag daar aankomt. De AV-knoop kan die sinusslag wel voortgeleiden. De PP-interval blijft dus heel mooi constant, zoals we zojuist behandeld hebben. Maar je ziet dat de PR-interval dan toeneemt, omdat die AV-knoop gewoon nog niet in staat is om efficiënt die impuls die na de PVC komt voor te geleiden. Ik ga proberen het nog duidelijker te maken aan de hand van een voorbeeld, want ik begrijp dat dit hele lastige stof kan zijn. Je ziet op dit voorbeeld een ECG met onderaan op de ritmestrook een aantal slagen met rode pijlen daarbij. We gaan die eens even slag voor slag bekijken. Je ziet bij de eerste rode pijl een P-top. Voor die P-top zit een PVC. Dus je ziet op deze strook eerst drie sinusslagen, daarna zien we een PVC en dan zien we een P-top. En de afstand van die P-top tot die eerstvolgende QRS-complex is verlengd
En dat komt dus doordat de AV-knoop nog deels refractair is door de PVC. Dus de AV-knoop kan hem wel voortgeleiden, alleen doet dit vertraagd omdat hij nog deels refractair is. En als we dan kijken naar de tweede rode pijl, zien we wederom een PVC, maar we zien in het ST-segment van die PVC wederom een P-top zitten. Dat zie je in het ST-segment van die eerste PVC niet. Deze P-top wordt niet voortgeleid omdat de AV-knoop te refractair is om deze voort te geleiden. We zien wel dat het een sinusslag is omdat de PP-interval door te tellen is en hij is positief in afleiding 2. Als het een retrograde P-top zou zijn door de PVC, hadden de timing en morfologie van de P-top anders moeten zijn. Hier is de AV-knoop dus te refractair om die P-top verder voort te geleiden. Als we dan kijken naar de derde rode pijl, dan zien we daar wederom een PVC, gevolgd door een P-top met wederom een verlengde PR-interval. Ook hier is door de PVC de AV-knoop dus deels refractair gemaakt, waardoor die de eerstvolgende P-top vertraagd voortgeleid. Dat is dus ook een vorm van aberrantie. Dan heb ik nog een laatste voorbeeld. Deze hebben we ook gezien in ECG quiz 10 op de website www.ecgacademie.nl. En dit is een strookje dat ik vrij recent ben tegengekomen in de praktijk. We zien hier met de rode pijlen de P-toppen aangeduid, waarbij er een paar P-toppen wel heel goed verstopt zitten achter de PVC. Bijvoorbeeld die vierde P-top die zit vrij goed verstopt. Maar als we de P-toppen dan eenmaal gevonden hebben en uitgetekend hebben in het ladderdiagram, dan zien we dat er eigenlijk een mooie constante of vrijwel constante PP-interval is. We zien heel veel smalle QRS-complexen, die heb ik ook ingetekend in het ladderdiagram, en die zijn heel mooi te verbinden met de P-toppen. Eigenlijk is er dus niet heel veel geks aan de hand. We zien na de eerste drie sinusslagen en richting het einde van de strook twee keer een PVC optreden, en we zien dat de PP-interval door te tellen is, ofwel dit zijn geïnterpoleerde PVC's. Eigenlijk is er tot zover niet iets heel geks te vinden aan deze ritmestrook, maar wat dan opvalt is dat bij de eerste twee slagen na de PVC's, dus waarvan die P-toppen vrij goed verstopt zitten in of achter de PVC, daar zien we dat de PR-tijd langer is dan bij alle andere slagen op de ritmestrook. Ofwel, er is steeds gewoon een net patroon van sinusslagen normaal voortgeleid. Twee keer valt er een PVC en die PVC heeft deels de AV-knoop refractair gemaakt, waardoor de eerstvolgende P-top vertraagd wordt voortgeleid. Dit is dus ook een voorbeeld van concealed conduction. En met deze voorbeelden zijn we aan het einde gekomen van deze video en aan het einde gekomen van ons tweeluik over aberrantie. Het is een vrij ingewikkeld concept, maar ik hoop dat ik er wel het een en ander over duidelijk heb kunnen maken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video en hoop jullie graag weer terug te zien bij de volgende video. Dus tot de volgende keer bij ECG Academie.